Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danies in Leiderdorp en Tante Suikerspin. R-U-D-O. Rio. Ah! Maar, ja. Hey, wat was toen je bijnaam? Oh, nee, dat gaan we niet zeggen. Betty Emmer. Moet je kijken, joh. Staan jullie hier in de rij? Het lijkt wel een Efteling-attractie, dit. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Vandaag is het groot feest in Zoeterwoude, want het dorpsfeest Zoeterwoude hier achter me in de Eendekooi is in volle gang. Het begon vanavond al om 9 uur. Inmiddels staat Robert van Hemert hier op het podium. Er zijn zo'n 500, 600 man binnen. Laten we even gaan kijken hoe de sfeer erin zit bij het dorpsfeest in Zoeterwoude. Rio! Is het een beetje gezellig hier? Hey, hier. Kijk dan. Laat dan. Oh. Hallo. Hallo. En wie ben jij? Jill. Hey Jill, met wie ben je hier dan? Met Joey. Maar jij hebt kaarten gewonnen bij Unity, of niet? Sorry? Heb jij kaarten gewonnen bij Unity? Ja. Ja, ik wil zeggen, de naam Jill kwam me zo bekend voor. Maar jullie zijn met z'n tweeën hier? Ja. Okay. Nee, met de hele groep. De rest staat daar. Oké, en hoe zou je de sfeer omschrijven? Sorry? Hoe zou je de sfeer omschrijven? Gezellig. Ja. Hey, maar wat drink jij vanavond? Ja, alleen maar bier, jongen. Alleen maar bier? Hoeveel consumptiebonnen heb je gekocht? Hoeveel? Consumptiebonnen heb je gekocht? Voor 50 euro, maar we kunnen zo nog nieuwe halen. Oh, kijk, hartstikke goed. Waar kijk jij het meest naar uit? Naar welke artiest? Hier, Robert. Oh, jij bent echt fan van Robert? Ja, ik ga daarheen. Dan ga jij daarheen. Ik spreek je later. Rio! Wie? Hi! Tuurlijk, wat is goed, vriend. Goed. Ja, je hebt... Je hebt een aardig voorraadje. Nee. Dat is er bijna op. Met wie ben jij dan? Met die knappe jongen. Die knappe gozer, oké. Okay. Wesley heet hij. Wesley, en jij? Ik heet Robin. Oh, er komt zo meteen ook nog een Robin. Robin Topper. Ja, tuurlijk. Wie kent hem niet? En waar komen jullie ook uit Zoeterwoude dan? Ik woon hier één straat verderop. Zeg jij? Ik woon hier één straat verderop. Dat is relaxed, dus jij kan gewoon lopen naar huis. Thuiswedstrijd, rollend naar huis. Hey, maar dit is de eerste keer dat er zo'n Nederlandstalig feest hier is, toch? Moet ze vaker doen. Gewoon elk jaar Unity NL. Klaar voor de tweede. Zeker. Ieder jaar hier doen. Nou, jij hoeft niet bang te zijn voor een alcoholcontrole. Nee. Rollen naar huis, hè. Fijne avond, man. Dankjewel, man. Rio! Max! Hey, hoe is het? Ja, hartstikke goed. Eindelijk feest in de Rijndijk. Ja. Oh, ik moet even zo gaan staan, ja. Ja, eindelijk. Met wie ben jij hier, Max? Ja, ik vind het hartstikke leuk. En ik was er gisteren niet, dus ik ben blij dat we vandaag wel zijn. Een Nederlands feest, ja, fantastisch. Maar is dit jouw vriendengroep hier dan? Dit is mijn vriendengroep, hier zo, allemaal. Daar ook. Daar is mijn vriendin. Oh, dat is jouw vriendin? Dat is mijn vriendin. Is dat mevrouw Van Meel? Ja, kom eens even voorstellen. Kom maar. Je moet je alleen even voorstellen. Moet ik me voorstellen? Ja. Nou, ik ben Lisette. Nou, dat is Lisette, ja. Ja. Hoe lang zijn jullie al bij elkaar dan? Nou, een aantal maanden pas. Dus echt? Het is nog vrij veel. Oké. Okay. Ja. Dus jullie zijn nog echt verliefd? Ja. Waar hebben jullie elkaar leren kennen dan? Ja, eigenlijk in de kroeg, gewoon in Leiden. Dus, Maar ben jij dan... Ik was vroeger heel verlegen, maar ben jij gewoon op haar afgestapt? Nou, het ging eigenlijk wat laat op de avond. We kwamen wat dichter bij elkaar en toen, inderdaad, een klein colaatje op. Echt en, verliefd? Ja, dat wel. Dat wel, ja. Ja. En hij ook. Ik ook. Maar, ja. Zo. Rio! Heb je het ook zo koud? Vind je het koud? Je staat bij de ijskast, hè? Ik ga erin dadelijk. Gianluca, gezellig hier bij het dorpsfeest in Zoeterwoude. Ja. Voor jou een thuiswedstrijd. Je komt uit Den Haag. Klein stukje, ja. 20 minuutjes, dan was ik daar. Ja, ik hoorde dat jij normaal zei in Café Rustenburg. Tenminste, daar sta je veel. Ja, wel eens, ja. Hey, wat is jouw link met Spanje dan? Nee, ik ga altijd gewoon vakantie eigenlijk. Gewoon en daar zing ook. Hey, waar zing je dan als je in Spanje bent? Eigenlijk overal. Ja, gewoon Carabela Tormelinos. Ga ik 4 weken in, 2 weken zingen, 2 weken vakantie. Hey, nu is 2023 net begonnen. Wat wordt een beetje jouw planning dit jaar? Wat gaat er uitkomen? Wat ga je doen? Waar gaan we je zien? Ik hoop een hele goede toekomst sowieso. Maar we gaan beginnen met een nieuwe single. En dat is over een maandje. Komt die uit als het goed is. En dan gewoon heel veel singles blijven maken en aan de weg timmeren. En hopen dat het wordt.
En nu vanavond hier, je bent redelijk vroeg klaar. Wat ga je vanavond nog doen? Ik heb er nog eentje nu, dus dan ben ik klaar. Waar gaat de reis naartoe? Naar Den Haag. Echt gewoon richting huis. Nou, veel plezier nog. Dankjewel. Rio! Ben je bijna jarig? Bijna, ja. En hoe oud word je dan? 31. Maar dan heb je wel een mooi feestje uitgekozen. Ja, we wachten nog steeds op Django. Ja, maar ik kan jou vertellen, die komt pas om 1:30. Dat is wel een beetje laat, hè? Maar dan ben je wel jarig. Ja, dat is waar. Maar misschien kan hij een beetje eerder komen. Maar hoe oud ben jij? Of je wordt 31? Ja, dan ben ik nu 30. En hoe heet je, wilde ik zeggen? Mark. Mark. Maar als we nou zo meteen om 12 uur voor jou gaan zien... Ik wil iets anders even vertellen. Oh. Ken je Ralf? Nee. De beste rijschoolhouder uit de hele regio. Van welke rijschool ben je dan? Rijschool Cruise Control. Maar Mark... Als je nog rijbewijs nodig hebt... Mark. Bel Cruise Control. Jij bent dus over een uurtje jaren. Dat klopt. Zullen we dan over een uurtje lang zal die leven voor je zetten? Ja, is goed. Ja? Zeker. Dan roep ik waar sta je en dan... En dan breng je een biertje, toch? En dan krijg jij van mij een biertje. Dat is goed. Bij deze afgesproken. Tot zo. Fijne tijd. Verjaardag alvast. Rio! Hallo! Hey, hallo. Hallo. Ja, goed met jou? Ja, heel goed. Heb je het een beetje naar je zin? Een beetje wel. Ja, en met wie ben jij dan? Met Oscar. Met Oscar, ja, uiteraard. Ja. Die kennen we wel, hè? Die kennen we, ja, die kent niemand volgens mij. Hey, maar waar wonen jullie dan? In Zoeterwoude. Waar zijn jullie dan komen lopen ook vandaag? Ja, ook hopelijk naar huis zou lopen. En dat is wel echt een relax van zo'n dorpfeest. Dat is super relax. Hey, en wat vind je van Robert van Hemert? Ja, ik hoor hem voor het eerst, maar ik vind het onwijs goed. Ken je hem nog niet? Nee. Nou, maar die gaat zo meteen nog zijn eigen singles doen. En dan gaat nog een plaat van Tina Martin zingen. Oké, okay, dat vind ik wel leuk. Dan blijf ik nog even. En we drinken bier, hè? Ja, zeker. Komt ook uit Zoeterwoude. Zoeterwoude, Heineken. Rio! Ik was al op zoek naar je. Ja, waarom nou elke keer? Ja, nou, als jij er bent. Ja, al mijn vriendinnen gaan gauw weg, hè? Ja, waar zijn ze heen dan? Ja, nu alleen. Ja, die willen niet met je gezien worden. Nee. Dames en heren, mijn zusje. Ja. Maar is dit jouw muziek? Dit niet, deze DJ wel. Die DJ vond je wel leuk? Ja, dat vind ik wel leuk. Maar waar zijn die meiden nou heen dan? Ja, die willen niet gezien worden met mij. Ja, maar ik wil ze wel even spreken natuurlijk. Ja. En maar wat drink jij dan vanavond? Een paar wijntjes. Maar hoeveel? Twee? Twee. Oké. Okay. Nou. Ze komen zo wel weer terug. Ze komen zo terug, ja. Dus, maar hem ken je ook niet? Nee. Maar wel leuk, want vroeger ging je altijd naar die schuurfeesten. Ja, dat klopt. Ja. En wat was toen je bijnaam? Toen vond ik het hartstikke leuk. Hey, wat was toen je bijnaam? Oh, nee, dat gaan we niet zeggen. Patty Emmer. En waarom? Dat mag je zelf invullen. Wij gaan even op zoek naar de vriendinnen. Rio! Hallo! Hey. Is het een beetje gezellig vanavond? Oh, het is gezellig. Ja? Waar komen jullie vandaan dan? Sassheim. Leiden. Was dat? Sassheim? Sassheim. Maar Sassheim heb je ook altijd leuke feesten, toch? Absoluut. Ja. Maar hier ook. En jij komt uit Leiden? Ja, ja. Hoe kom je dan zo hier terecht? Unity gevolgd, hè? En je hoorde bij Unity dat het feestje was? Ja, ja, ja. Nou, dit is de eerste Unity NL Tour van dit jaar. Maar er komen er nog een heleboel aan. 5 mei op het Bevrijdingsplein. Tijdens de Lakenfeesten, de Jaarmarkt, de Vriendenfeesten. Gaan we je dan iedere keer zien? Brasserie Park. Ja. Hey, welke artiest moeten we nou echt regelen, vind jij? Django, heerlijk. En hou ik ook goed. Django komt pas om 1:30. Ja. Maar dat is niet erg, toch? Nee. Je zou een keertje... Ja, Randy is ook leuk. Je hebt eigenlijk veel Randy Blommaert. Ja, je hebt maar die komt ook zo. Ja, ja, je hebt veel leuker erbij. Hé, hoe heet jij? Karin. Dan doe ik hem zo de groeten van Karin. Ja, is goed. Heel veel plezier. En Elisabeth. Karin en Elisabeth. Ja. Nou, heel veel plezier. Dankjewel. En Django, de groetjes van het Amsteltje. Ja, kijk maar, zeg maar. Django, de groeten van het Amsteltje. Rio! Wordt er nog een beetje geplast, Carrie? Oh, er wordt heerlijk geplast hier. Ja. Iedereen doet zo zijn best. En de opbrengst gaat natuurlijk naar het dansparadijs. Ja, wordt er een beetje aan het goede doel gestort? Sorry? Wordt er een beetje gestort aan het goede doel? Zeker, ja. Die pot zit, er zit een goede bodem in al. Oké, okay, hartstikke goed. Het is hier. Moet je kijken, joh. Staan jullie hier in de rij ook? Het lijkt wel een Efteling-attractie, dit. Nee. Dus, nou, hier zijn de wc's.
Dan gaan we even hier kijken. Ja, we hebben ze gevonden hoor. Hallo. Waarom rennen jullie nou weg? Omdat ik niet zo van de camera hou. Is toch niet leuk voor Patty? Ja, sorry Pat. Zij denkt dat het aan haar ligt. Waar wat dat jullie dan wegrenden? Nee. Jij kwam op ons af en toen schrokken we een beetje. Een beetje. Heb je dat? Zij wil... Als ik hier toch even zo sta, wat ik niet wil eigenlijk, doe ik even de groet aan Ali Vermeulen. En wie is dat? Ja, die is helemaal fan van jou. Is Ali Vermeulen? Ja, is fan van jou. Okay. Nou, Ali, hartstikke leuk dat je kijkt. Veel plezier, lekker naar binnen. Waarom moeten jullie plassen? Ja, heel nou. Maar dat klinkt eruit, hè? Dat jullie moeten plassen? Ja. Maar hebben jullie wel gedoneerd voor het goede doel al dan? Ja, dat gaan we zo doen. Oké, okay, hartstikke goed. Mag ook gewoon briefjes. Maar die heb ik niet bij me, ja. Rio! Kijk, hier staan ze hoor, de harde werkers. Daar staat hij hoor. En daar zou hij staat niet, hij zit. Ik zit, ja. Even zitten joh. Maar weet je wat ik nou zo leuk vind? Jij bent ook de man van het dorpsfeest, Arjan Baksen. Ja. We hadden net jouw Mattie Max ook al in de uitzending. Je, Rudo, maar ik zie dat je de cameravrouw, die ken ik ook. Brigitte inderdaad. En ik denk, oh gezellig, maar gelijk met die camera kan niet eens normaal Brigitte begroeten. Maar ja. Wil jij, nou, kom maar Brigitte. Hier, pak jij de microfoon. Ja, kijk. Ja, ik pak de microfoon. Ga jij Brigitte begroeten? Hé, hey, Brigitte. Hi, hallo, jij hoe is het? Hartstikke goed, en met jou? Veel te lang geleden. Inderdaad. Maar ik ben blij dat je er bent. Mooi, ja. Ik ben blij dat ik er ook ben. Het is echt een mooi feestje. En hij heeft het nog niet verleerd, hè? Nee, helaas niet. Helaas. Hij kan eigenlijk helemaal niks. Maar dat, weet je, die knippen er later uit. Maar weet je, ik geef deze... Ik moet monteren, dus ik... Oh, jij? Ja. Nee, laat er maar in dan. Ik geef dit weer aan hem, dan doet hij net of hij dat kan. Dan kan jij gewoon weer filmen en dan ga ik weer een beetje belangrijk doen. Ja, ik denk dat het wel beter is inderdaad. Ja, okay, ja. Dankjewel. Top. Zo, zwaar man dat ding. Ik ben blij dat ik die microfoon normaal heb. Ja, maar als baas heb ik niks meer te doen, hè. Hey, maar Arjan, ik zie eigenlijk alleen maar blije gezichten hier. Jij bent ook een beetje de man die de centen in de gaten houdt. Maar dit zijn de losse kaarten nog. Ja, er komen mensen met 20 man tegelijk. Die zeggen, ja, mag 20 kaartjes? Ja, dat mag. Want, hoeveel man hebben we binnen dan? Oh, hoeveel zult er nu zijn? We hebben net gekeken hoeveel er waren, René. René, hoeveel man zitten er binnen, denk je? 550, denk ik. 550? Ja. Oké, okay, dus er zijn... Nou, dat is best wel goed, toch? Ja, nou ja, het zag er aan het begin van de week wat minder rooskleurig uit. Maar het is natuurlijk best wel spannend, want je doet dus als allereerste keer... doe je als Dorpsfeest Zoeterwoude zo'n wintereditie. Maar als je nou gisteren ziet en woensdag de bingo en vanavond Unity NL on Tour... Ja, dat kan je natuurlijk nu nog niet toezeggen. Maar denk jij dan van, nou, dit moet volgend jaar wel weer? Ja, dat is een hele lastige. Daar ga ik gelukkig voor iedereen niet alleen over... Maar echt persoonlijke mening, ik zeg ja, dan moet je het in ieder geval volgend jaar weer doen om te kijken of dit een gelukstreffer is of een tegenvaller. Want je moet wel ergens aan kunnen eiken. Ik heb het in ieder geval naar mijn zin en vooral de mensen ook denk ik als ik het zo zie. En gisteren was ook al een prachtig feestje. Maar ja, het is wel even spannend, het is wel anders. Weet je, het vier dagen dorp is meer een festival, mensen lopen in, lopen uit. En 30 graden. En 30 graden en kijken eventjes. En die artiesten, ook hier, weet je, die schrijven ook met een vork, dat weet jij ook. Die komen ook niet voor niks. Dus weet je, je neemt een risico. En ik denk dat het... ik vermoed dat het goed gaat uitpakken. En dan met goed niet dat we allemaal naar de Bahama's kunnen. Maar in ieder geval dat we er niet op interen. Goed is voor het dorst. Ja. Wie zit er nou in jouw oor te tetteren de hele tijd? Wie er, daarnet was het Mathieu natuurlijk. Want die tettert het meest. Of Stefan Zaal. Een van de twee. Een van de twee. Oké. Okay. Nou goed, wij gaan eens even kijken hoe de sfeer hier verder is. Maar ik heb het naar mijn zin. Ja, ik ook. En ja, ik kan niet wachten op Django natuurlijk, hè. Wachten tot 2:30 nog. Ja, ik weet het. Maar ik moet hier toch zijn. Dus mij maakt het niet uit, Rudo. Rio! Zit er wat in de cola? Ook? Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Nee. Nee. Het is wel echt puur. Ja, cola light. Maar wat drink je helemaal geen alcohol zo'n avond? Jawel, jawel. Ja? Tuurlijk wel. Wat drink jij dan? Malibuetje. Lekker Malibuetje. Zit er wel in? Ja, tuurlijk. Maar ik ruik hem niet. Nee, wil je een slokkie? Oh ja, hij zit er wel in. Ja, hij zit erin. Heb je het een beetje naar je zin hier in de Rijndijk? Ja, zeker. Ja, met zeker. Wie ben jij hier vanavond? Mijn vriendin die op de mannen-wc zit. Ja, maar echt hoor. Het is echt. Die wc? Ja, komt ze. Ja. Ja. Zal ik vragen of het gelukt is? Ja, vraag is, maar. Is gelukt? Ja. Maar op de mannen-wc, dat is wel slim. Ja, er stond zo lang een rij, dus ik dacht, dan ga ik gewoon even bij de mannen. Maar die vrouwen deden niet moeilijk, of die mannen deden niet moeilijk? Nee. Nee, ja, dat is, zou wel heel raar zijn. Oh, er komt nog een vrouw vanaf. Dus, gewoon. Het kan gewoon, hè? Je loopt zo in beeld. Ja, maakt niet uit. Maar dan, doe dan even de voorkant, dan zien we je ook nog. Nee, dat hoeft niet. Wil jij nog iemand de groeten doen, nu je toch op tv bent? Wie moet ik de groeten doen? Wie doen we de groeten? Aan Hans. Aan wie? Aan Hans. Aan Hans? Nee.
Mijn moedertje. En je moedertje. En mijn schoonmoedertje. Nou, alle twee de groeten. Ja. Groetjes. En mijn kind, ook en mijn nog. Schoonmoeder, en mijn vadertje, iedereen. Toch stiekem best wel veel mensen. Ja, tuurlijk. Nou, tot, misschien kom ik je zo nog tegen. Gezellig. Oké, doei. Doei. Rio. Hoe is het? Bij mij gaat het heel erg goed. Ja, jij moet zo meteen nog door naar Utrecht, toch? Ja, ik kreeg nog even een last minute. En aan de ene kant vind ik het jammer, want ik had wel heel even willen blijven. Maar goed, ik ga hem wel pakken. Hey, hoeveel optredens doe je nou per week dan? Nou, ik moet je zeggen dat ik voor de januari en aankomende maand februari best wel druk ben. Ik heb voor de maand januari heb ik een klus of 12 mogen doen. 12? Ja, dat is voor de maand januari wel veel. Hou je het een beetje vol? Ja, want ik geniet ervan. Maar is het, oké, je deed op een gegeven moment mee met Hollandse Nieuwe. Nou, ik heb je bij de Prima NL Award gezien. Ja. Is dit nou wat je al die tijd wilde? Ja, dit is wel wat ik altijd wilde. Nou, je hebt nu een nieuwe single uit. Gaan we als een raket. Je bent ook bij ons in de studio geweest. Je staat in de top 25. Ja. Wanneer gaat er weer een nieuwe single komen? Nou, we zijn echt met echt heel veel dingen bezig. Er gaat sowieso natuurlijk nieuwe muziek aankomen. Maar er komt ook nog iets heel erg groots aan en dat zal denk ik met een week of 4 of 5 bekend worden gemaakt. Maar... Ik ga niet raden, maar ik heb een vermoeden. Ja. Ik ga niet raden. Als we klaar zijn, ga ik het je vertellen en dan wil ik jullie ook uitnodigen om aanwezig te zijn. Heel vet. Ik was zo trots op jou toen ik je bij de toppers zag. Oh ja? Ik heb zitten kijken op tv. Ja. Ik heb dingen terug zitten kijken. Hoe was het om daar te staan? Wat zei je? Hoe was het om bij die toppers te staan? Een droom als kleine jongen. Ik moet je zeggen, ik was wel echt fucking zenuwachtig, maar ik heb het wel gedaan, weet je. Maar volgens mij heb je op een gegeven moment ook nog omhoog gekeken naar je ouders, hè? Ja. Was dat moeilijk? Jawel. Ja, ja, weet je, als je zoiets mag doen, dan wil je natuurlijk dat je ouders op de tribune zitten. En dat mag niet zo zijn, maar ik weet zeker dat ze die avond wel aanwezig waren, hoor. Ja, lach man. Nou, hou ons op de hoogte. Zeker weten. Rio! In jouw ogen zeggen mij, mijn lieve schat, ik hou zo veel van jou. En van jou, en van jou, en van jou, ja, ja. Ga met me mee, toeristen zeggen, nee, laat me nooit gaan. Heb je het een beetje naar je zin? Ja, zeker wel. Ja? Hey, je hebt je moeder meegenomen. Als duizend sterren rond de volle maan. Even zwaaien. Op zoek naar jou. Maar jij staat hier natuurlijk te wachten op Django. Jij komt met jou voor Django. Ja, tuurlijk. Welk liedje moet Django nou echt zingen? Lieve mensen, zijn we er klaar voor? Ik wil jullie horen. Kylie. In Kylie. Oh, die gaat hier ook. Nou, ik laat je weer achter. Jouw blik, zingen. Tot zover deze aflevering van Rudo. Volgende week zijn we er weer. Bedankt voor je kijken. Tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danice in Leiderdorp en Tante Suikerspin.